Waarin schuilt de kracht van grenslanders voor jou? Kijk, dat 1 plus 1 meer is dan 2. En de ene 1 is dan de Vlaamse kant, zal ik maar zeggen, en de andere is de Nederlandse kant. En dat is een samenwerking die in het verleden al eens een keer hobbelde en pruttelde, omdat ze niet altijd niet evident was. Maar in grenslanders is dat een unieke combinatie gebleken. Dus bij grenslanders is 1 plus 1 3. Heel mooi. Oké. Welk aspect van jouw... Welke persoonlijkheidstrek van jouw personage zou je ook wel eens in het dagelijkse leven kunnen gebruiken, in het echt dus? Zijn rust, denk ik. Het is een vrij rustige en kalme mens. Ik heb die ook zo neergezet omdat er in Grenslanders wel een aantal heel kleurrijke personages de revue passeren. En hoe grijzer dat ik, zal ik maar zeggen, werd, hoe kleurrijker dat zij natuurlijk worden. Maar verder is dat echt een heel diplomatische mens met veel menselijk inzicht. Ja. Je hebt het heel druk gehad. Wat doe jij om rust te brengen in je leven? De natuur. Tuinieren. Ik ben echt een natuurmens. We wonen ook echt diep in de natuur, zelfs in de Ardennen. Of de zee natuurlijk. Hè. Dat was een perfect antwoord eigenlijk. Je hebt net samengewerkt met Monica Bellucci en ik vroeg me af, heb je iets van haar geleerd? Ja, maar daar moet je niet Monica Bellucci voor zijn. Ik leer iedere dag van iedereen. En ik denk soms wel eens dat niet het geval is en mensen verbazen me voortdurend. Zij heeft me verbaasd in haar discipline. Waarom verwachtte ik dat niet van haar? Dat weet ik eigenlijk niet, omdat ze natuurlijk een grote ster is en je denkt dat zit vol ongeduld en het moet allemaal vooruit gaan en ze wil niet te lang wachten en dat soort van dingen die je wel eens meemaakt of ziet. Dat is bij haar helemaal niet het geval en heb ik me afgevraagd hoe zou dat komen en ik denk dat dat een soort van discipline is die ze ontwikkeld heeft door haar modellencarrière in het verleden, ja. Waar je dat ontwikkelt. Dus dat was heel fijn om te merken dat ze heel down to earth was. En laatste vraag, hoe ziet de perfecte dag op het filmfestival van Oostende eruit voor jou? Voor mij? Ja. Zonder de plichtplegingen bedoel je dan? Zeker, ja. Twee films zien, iets gaan eten en eventueel nog eentje meepikken aan de naam. Hetzelfde. En een goede hotel. Ik wens u dat toe. Dat gaan we. Goed. Ik ga dat in ieder geval doen. Top, dank je wel.